Precies. Dat wilde ik meteen maar laten zien, want ja, er zijn een heleboel artiesten hier geweest. En dat is fantastisch, maar ja, voor iedereen heeft deze nieuwe situatie impact. En zo ook voor de mensen die het mogelijk maken dat de artiesten op het podium staan. De mensen achter het podium, mensen die naast ons staan op het podium. Mensen die het podium zelf bouwen. En een aantal van die mensen wil ik eventjes aan jullie laten zien. Je zag hem net al heel eventjes opkomen lopen. Dat was C.J. Otte, mijn geluidsman, die al meer dan 10 jaar het geluid verzorgt. Met zijn busje de spullen vervoert. Zorgt dat het hele technische team draait. En ja, iemand zonder wie ik niet kan optreden. Zonder wie ik ook niet kan optreden zijn twee muzikanten die nu hopelijk opkomen. Stef de Hond en Jimmy van Nieuwenhuizen. Respectievelijk toetsenist en drummer. Als we nou toch gaan klappen, kunnen we ook voor C.J. Otte klappen, die hier net heel even de microfoon kan brengen. Dankjewel, C.J. Waar is hij? Hij maakt zich naastig uit de voeten. Ja, de camera heeft op de rug gezien daar van Max Powerend. Dankjewel, C.J. Fijn dat je er bent, fijn dat je bestaat. Een heleboel mensen, zonder wie ik niet kan optreden. Als wij spelen, dan horen jullie in de zaal of op het festivalterrein of waar we ook staan, kunnen jullie horen wat wij zeggen, doordat er mensen deze dingen neerzetten, maar ook de mengtafel bedienen. En een van die mensen die dat voor ons doet, is Max Otten. Ja. Oh, top. Maar nu kan ik mezelf horen. Te gek. Dankjewel, Max. Dat had ik nog niet eens door. Nou, fijn dat jij er ook bent, Max. Nog meer muzikanten. Ralf Pauw op bas. Xander Hubrecht op gitaar. Roy Beukers op de andere gitaar. En er zijn een heleboel mensen die hier... Ik wil je toch ook wel even zien, hoor. Je zit heel lief op een kruk, Ruud. Mijn manager Ruud Vinken en mijn tourmanager Sylvia Snel. Kunnen jullie ook even heel even je gezicht laten zien? Oh, jullie worden in beeld genomen. Oh, mooi. Links in beeld, mijn manager al meer dan 15 jaar, Ruud Vinken. Bij wie de... Ja. Van Solid Entertainment, die al meer dan 15 jaar samen met mij de plannen uitstippelt. En bij wie de telefoon gaat. En dat is ook het geval bij Sylvia Snel, die samen met haar collega Wieske Dorrestein PR3 vormt, die mijn tourmanagement zijn, die zorgen dat als we ergens op locatie komen, dat er een kleedkamer is. En die gaan van tevoren al langs om te kijken of de techniek wel goed uit de voeten kan. Wat precies de afspraken zijn met het festival of het bedrijfsfeest of het theater. Het theater is vooral heel veel voorbereiding en dat ligt in het handen van van Sylvia en Wieske. Dus Sylvia Snel en Wieske Dorrestein. Maar we zijn er nog niet. Als wij een theatervoorstelling maken, dan is er een lichtman mee, Danny Den Becker. Dan is er een roadie mee, die heet Nerco. Die is ook altijd met ons mee. Er is natuurlijk AT Next, onderdeel van Senf, die onze theaterproductie voor ons voor zijn rekening neemt. Als wij theater komen, dan zijn daar mensen aan het werk. Van de beveiliging tot de koffiemensen, tot de technici. Er zijn misschien wel 50 mensen aan het werk als je een theaterkaartje koopt. Dat wilde ik even laten zien op deze wijze. Ik hoop dat het gelukt is. Is het gelukt? Ja? Snapt iedereen het? Ja. Ik snap dat jullie het snappen. Mocht je kijken naar deze stream en je hebt nog niet de petitie ondertekend, dat is echt 2 minuten werk. Dus doe dat eventjes. Volgens mij gaan we over de 600.000. Er zitten 600.000 mensen al op ons virtuele Malieveld. We zijn hier natuurlijk ook om muziek te maken. We doen maar even alsof we het Malieveld staan, jongens. Jim, wil jij beginnen? Hoi. En als je zit te kijken, zing mee. Klap mee. Als je uit de maat klapt, is het niet erg, want we horen je niet. Als je vals zingt, maar niet uit, we horen je niet. Zet hem wat harder. Klap met ons mee. It's not that I'm in a hurry. It's not that I'm missing out. It's not that I never worry. I'm in the here and now. I need to keep pushing forward. I need to feel lows and highs. And I can go on forever. It's like thunder lighting up my skies. Just like sugar keeps my spirits high.
there saying slow down, watch your step now, don't you stumble, don't you fall, but it's useless, it's the only way I know. I need the rush, 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 I need to rush, push, 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 I need the rush, no, I just can't get enough of it. Slow down, watch my step now, I won't stumble, I won't fall, I can't help it, it's the only way I know. I need the rush, 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 I need to push, 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 I need the rush, no, I just can't get enough of it. And highs, and I can go on forever. I just enjoy.